Mannetje hier, aflevering 30 van Minecraft Mee met Marianne Mannetje. Ja, je vraagt je nu misschien af wat ik aan het doen ben. Ik ben ondertussen veilig teruggekomen, maar ik had wel veel voeten in aarde trouwens, maar goed. Over aarde gesproken, ik probeer nu telkens al ergens een boom te plaatsen, maar... Want ik heb echt helemaal geen hout meer, dus dat is heel erg lastig. Daar ruimte voor nodig volgens mij. Ik heb de wiki gecheckt, dat klopt ook wel. Ja, ik dacht iets van 6 blokjes rondom. De verschillende plaatsen geprobeerd. Ik heb aardig genoeg, dus dat is ook niet juist. Maar waar ik hem op neerzet, hij groeit mooi niet. Dus dan kijk ik hier zo een beetje rond en denk ik, nou... Daar is het redelijk redelijk licht. Dus laat ik het hier eens proberen. Kijken of die het doet. Ja, nou ja, het ziet er een beetje lullig uit. Het is een boom. Het is alweer een boom van niks. Ik ga er meer in. Maar goed, dat doet het wel. Kom ik dus wel aan hout. Dus waarschijnlijk heeft een boom veel licht nodig. Nou, dan weten we het ook weer. Dan heb ik nog maar een paar stukjes, 4 blokjes hout. Kan je nagaan. Dat is niet zo'n hele goede plek om een boom te planten. En hoop ik wel dat ik een sapling vind. Nou, terwijl ik deze boom kaal sla, kunnen jullie even kijken hoe ik weer terug ben gekomen. Dat klopt, maar was best spannend. Ik heb zelfs nog een of andere kamikaze sprong gemaakt om hier weer te komen. Ik was totaal verdwaald. Ik heb geen idee hoe ik terug moest komen. Gelukkig, daar is een babyboompje. Maar goed, veel plezier. Even snel, ik denk dat ik het snel laat zien. Nou, dat was best spannend, of niet? Mijn boom is weer weg. Ik ga nog een keer een proberen te doen. Hup, daar. Ah, fuck. Geen idee waarom die het ene keer wel doet en de andere keer niet. Dat snap ik echt niet. Misschien heeft hij te weinig licht of te weinig ruimte. Nou, ik heb in ieder geval...
Vier blokjes gaan kijken. Ik kan nog een bot op. Die heb ik vast wel. Botten zat. Hier niet langs. Nou, ik verdwaal steeds. Daar staat mijn lullig boompje. Kop. Nou ja, die groeit ook uit zichzelf natuurlijk. Dat is ook wel tof, maar ik tover hem toch liever. Zat dat volgens mij weer mee. Neem hem weer om. Nou, een beetje een rare aflevering nu al. Dat weet ik wel, met terugblikken en vooruitblikken. Maar vooruitblikken doen we niet. Hier langs. En daar staat mijn boompje. Ik geef hem daar nog wat meer licht. Veel ruimte hoor. Halveren, dan heb ik in ieder geval nog wat. Dan blijf ik maar weer klikken. Waar plant ik hem zo net dan? Hier. Ja, oh, dit ziet er beter uit. Wat een gedoe om aan bomen te komen, zeg. Ja, dat is nog een super gevaarlijke plek. Als er nu een creeper hier komt, dan ben ik echt de sjaak. Het is wel een mooie hoge. Dan ga ik ondertussen dit een beetje verstevigen. Oh, en we hebben weer een nieuwe babyboom erbij. Cool. Zo, ik ga hier een mooi randje omheen bouwen. Lijkt me wel veilig. Heb ik nog meer modder? Ja, dat er ook nog bij. Nog een babyboom. Cool. Ja, dan moet ik eigenlijk alles vervangen daaronder door steen, want dat is natuurlijk veel sterker dan... Ja, dan moet ik weer gaan hakken om daaronder te komen. Ik heb nog geen gereedschap hier. Dus even kijken of we ergens onderlangs kunnen. Nou, dat werkt zo ook niet, denk ik. Er zit er natuurlijk wel een klein stukje gravel. Zo. Dit komt wel een heel eind. Maar het is niet diep genoeg. Nou, daar krijg ik nooit een onder. Nee, die zit hier gewoon weer hiervoor neer. Klik. Nee, je kunt geen steen met steen hakken. Ja, hou ik ermee op. Genoeg gehakt. Weer een babyboompje. Kan natuurlijk wel. Het zo doen. Kijk. Dit lijkt me wel een goede tactiek. Zo. Shift toets ingehouden.
is ook weer op. Ja, meestal wel, in ieder geval. Ja, dat is mooi. Nou, dan gaan we hier gewoon op mijn boomfarm maken. Mijn boomboerderij, boomkwekerij. Dat is een mooi Nederlands woord. Zo, en dan kunnen we gewoon met die daar al op klikken. Ja. Hoppakee, dat scheelt alweer een stuk. Nu is het weer donker. Lantaarntje erin. Hierheen. Groeien. Maar daar ben ik al wel blij mee. Waar hadden we staan? Hier, denk ik. Kijk, er moet dan nog ergens een kaarsje. Ja, daar maar. Gewoon lekker veel. Dan hebben we toch weer hout genoeg. Daarheen in. Het ziet altijd leuk uit. Zo. Stukken. Hup. Dit is een mooie plek, of niet? Ik heb natuurlijk wel een bijl. Ja. Nou ja, zo maak je dus een plantje, dus een boom. Hartstikke leuk. Kan je er weer een babyboompje neerzetten? Gewoon hier. Ja. Je kunt het beste gewoon een beetje blijven wachten. Nou, dat ding moet nog even weg. Dan gaan we nog een beetje uitbreiden. Ja, dan komt het helemaal goed. Plant als een boompje. En weer terug. Hup. Nou, het ziet er allemaal mooi uit. Dit gaat wel goed. Ik zie het helemaal zitten hier. Leuke woonplek. Boompjes erbij. Mooie pompoen. Ja. En de man in de buurt. Ook altijd leuk. Kijk waar die is. De vorige keer stond hij hierboven. Is dat hem? Heb ik hem boos gemaakt? Ga ik gauw even wat eten. Zo'n element kan je niet raken als je op een dakje van 2 hoog staat. Nou ja, verder overal wel. Ja.
dat kan ik hier gewoon even doen. Zo, dan zit mijn Enderman verdediger. Niet onbelangrijk, een Enderman verdediging. Dat zijn toch wel machtige wezens. Kan ik hem hier mooi bevechten? Mocht hij mij hebben gezien. Of ik hem hebben gezien. Ik denk het wel, maar volgens mij heeft hij mij niet... heb ik me niet boos gemaakt. En daar is hij. Kijk, die staat een beetje in mijn tuin. Ik ga hem beschieten. Ja, dit is echt even handig. Ah, super. En een Ender Pearl. Nou, dat is ook mooi. Woehoe. En de Man dood. En de Pearl erbij. Ik ben alweer zo blij. Even kijken, waar waren we mee bezig? Gereedschap maken. Hout. Klik. Hup. 60 plankjes, dat is mooi. Zo. Drie pikhouwelen. Zo. 1, 2, 3. En hebben we nog meer nog? En maken we nog een ijzeren. Nou, dat was even makkelijk zo'n Enderman. Dat valt mij dan weer tegen, hè, van dat beest. Ik heb toch wel een reputatie. Nou ja, dat klopt dus niet helemaal. Ik heb nog heel veel meer ijzer. Ook smelten. Hup. Deze hoeft ook niet steeds mee. En die laten we ook zeker hier. Hier is het ijzer, daar weer in. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat lukt vast wel. Die nog even mee. Moet ik nog een visje maken? Ja, ik heb nog wel wat ruimte. Even kijken hoor. Moet er toch een beetje in beweging blijven. Ik kan eigenlijk nog wel wat skeletpotten gebruiken. En dit hier is ook niet de meest veilige route. Daar nog een kaarsje. Hier, het ziet er best donker uit. Hier nog één. Ja, volgens mij heeft die Enderman mijn bakje hier weggejat, want dat doen ze. Die pakken blokjes weg. Vinden ze leuk. Mag voor mij natuurlijk wel. Nou, volgens mij zit daar nog meer goud. Ik ben weer blij. Ik krijg hem ook wel weg. Lukt net niet, hè? Jammer. Dan pakken we dit even weg. Onze bomen hebben ruimte nodig. Dat wil ik ze graag geven. Dus ik chop je gewoon een beetje. Ja, dat is echt wel goud. Ah, ziet er weer mooi uit met al op goud. Dit hier nog weg. Ah, deze kant weer op.
valt zo even razendsnel naar beneden. Nou heb ik niet precies het idee hoeveel ik opgenomen heb, maar ik hou er gewoon mee op. Ik zie jullie later weer. Ik ga hier nog even mee door. En dan, als het klaar is hier, dan gaan we weer verder op avontuur. Ik zie jullie in aflevering 31. Tot dan. Veel plezier nog. Later. Slaap lekker.